Het mooiste van Landert zijn de mensen. Hallo allemaal, welkom weer bij Landert in Beweging. Wij als buurtsportcoaches hebben weer een leuke nieuwe beweegles voor jullie. Vandaag hebben we ook nodig een stoel en een handdoek. Gewichtjes, net als anders, mag je er ook bij pakken. Neem even de tijd om ze te pakken, zien we je zo weer. We gaan weer lekker beginnen. Stap op de plaats. De warming-up vandaag op de Rolling Stones. Neem je armen actief mee. En je mag best een beetje stampen met je voeten. Stap opzij. Neem je armen mee. Breng je hakken naar de billen. We krijgen het weer warm. De ademhaling gaat weer omhoog. Net als de hartslag. Breng je armen omhoog en tik je knieën om en om aan. Blijf staan. De armen breng je in een W. En vanuit hier strek je omhoog helemaal lang. En weer naar beneden. Strek uit, hou je kin in. Hou je schouders laag. En strek uit. Maak lang. En weer naar beneden. Stap weer op de plaats. Neem die armen mee. Stap opzij en neem je armen mee omhoog. En weer naar beneden. Op. En naar beneden. Dus via zijwaarts omhoog. Maak lang. En naar beneden. Knie op. Tik aan. Je ademhaling gaat als het goed is een heel stuk verder omhoog. Zo niet, dan til die knieën maar iets actiever omhoog. Hakken naar de billen. Zo ver als je kan, breng je hakken naar je billen toe. Blijf in het midden. Je armen weer in een W. En strek weer omhoog. En weer naar beneden. Op. En naar beneden. Kin ingetrokken en je schouders laag. Breng iedere keer die schouderbladen naar elkaar toe. Laat je armen los. Voeten heupbreedte. We gaan een kleine squat maken. Niet te diep, zak je door je knieën. En je komt weer omhoog. Opwarming bovenbeenspieren. Niet te diep. Laatste. Vanuit hier breng je jezelf op je tenen. En neem je armen mee omhoog. Op die tenen. En weer naar beneden. Omhoog. En beneden. Roem. Dit voel je in die kuiten in je voorvoet. Laatste. Oké, deze gaan we combineren. We gaan
naar beneden en we gaan op die tenen. Doen we mee. Zak naar beneden. En kom op die tenen. Strek je uit. Maak je lang. Zak weer naar beneden. Hou die romp op spanning voor je balans. Heel je lichaam is bezig om balans te houden. En schud hem even los. Zo, stap weer op de plaats. Armen actief mee. Stap weer opzij. Neem je armen mee. Hakken naar de billen. Knie omhoog. En is die ademhaling omhoog gegaan? Is je hartslag omhoog? Stap op de plaats. Dan gaan we verder met de volgende oefening. We gaan verder met de romp en de armspieren. Pak je gewichtjes erbij. Je buikspieren heb je op spanning. En vanuit hier ga je met je romp een klein beetje voorover buigen. Hou je armen gestrekt, schouders laag. En vervolgens breng je één arm omhoog. Die beweeg je op en neer. Hou spanning op je rompspier. En probeer alleen te draaien met één arm en één schouderblad. Nog één keer. Dan wisselen we om van kant. Nog één keer. Breng de gewichtjes naar je borst, buik en rompspier op spanning en we strekken de armen recht vooruit. Breng ze naar voren en weer terug. Naar voren en terug. Kin weer ingetrokken, schouders laag en ontspannen. Hou die rompspieren op spanning. En probeer verder helemaal stil te blijven. Yes, breng ze weer naar beneden. We gaan weer naar die rompoefening. Hou weer spanning. Breng jezelf weer naar beneden toe met een mooie neutrale rug. En roei weer met één arm. Dit voel je in je bovenrug. Misschien een beetje in je rompspieren. Nog eentje. Dan wisselen we om van kant. Omhoog en weer terug. Nog eentje. Breng jezelf weer omhoog. Gewichten hier. Romp weer op spanning. Strek je armen naar voren. En nu brengen we één arm opzij. En weer terug. Wissel om. Dus je houdt die arm op spanning en dit voel je in je schouder. Hou je schouders laag ontspannen, romp op spanning. Opzij. Nog eentje. En weer naar beneden. Dit was pittig, hè? Nu gaan we twee armen tegelijk roeien. Breng jezelf weer naar voren toe. En roeien maar. Allebei die schouderbladen naar elkaar toe. Hou je nek in het verlengde van je romp. Hou die rompspier op spanning. En dit mag pittig worden. Laatste keer. En kom omhoog.
We gaan verder met een ontzettende meezinger. Doe lekker mee en kick iedere keer je benen naar voren. Zing maar lekker mee. Yo, yo, jongen. Nu brengen we de hakken naar de billen en iedere keer geef je een onderstoot. Neem je armen actief mee. Kracht, spanning op die armen. Yes, één been. Op en neer. Op en neer. En je probeert één been in de lucht te houden. Je mag je been ook strekken. En anders buig je hem. Wissel om van kant. Of verstrekken. Dit voel je in de bovenbenen. De laatste. Oh, en schud even los. Kick weer mee. Breng de hakken naar de billen. En maak weer ondervuisten. Krachtige armen. Laatste, weer balans op één been, til op en kijk of het lukt om je been in de lucht te houden. Wil je meer? Strekken. Wissel van kant en dit is zwaar voor die benen. Wil je strekken? Oké, schud even los. En kick weer lekker mee. Maar nu iets minder fanatiek dan net. Schud een beetje je benen los. En neem je armen mee omhoog. Stap even op de plaats. En weer naar beneden. Nog een keertje. Adem in, maak lang. We gaan verder met een oefening. Hiervoor hebben we een stoel en de handdoek nodig. Pak deze er even bij. Kom op het puntje van je stoel zitten. Dan pak je de theedoek. Die heb je opgerold en dan leg je er een knoop in het midden. Zitten we allemaal klaar? Pak hem aan de uiteindes vast. Dan gaan we beginnen. Dus we hebben de knoop erin en we gaan een rotatieoefening maken. Pak hem aan het uiteinde vast. Dan brengen we hem van de ene kant omhoog en naar de andere kant. Breed, maar zou u mij misschien dus je zwiert iedere keer. En misschien lukt het zelf om hem in de lucht niet wat u denkt, maar keertje te gooien. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten. En draai goed mee. Kijk mee. Yes. Hou je kin ingetrokken. Twee motten, die wonen er vast. Je raakt gewoon weg. Pak je eigen tempo. Als je het ziet, dat pril. Zwier lekker met je armen. En mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de en breng in het midden. Heel goed. Vanuit hier pakken we hem vast. En we gaan achtjes draaien. Om de benen. Hou een rechte rug en draai achter. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Wil je iets meer? Dan lift je je knieën om en om. Hou een trotse houding. Hou die romp op spanning. Maar toen begreep ik het al gauw.
Ik zag twee motten in die gaten. Heel goed. Blijf hier. We draaien een rondje. Geef hem over aan de andere kant. Ik je zo'n huwelijk mee en besloot meteen. Ik zal het echt paar dan maar laten. Wissel om van kant. In mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Blijf hier. We doen hem weer vanaf het begin. Pak hem weer een puntje vast. En we zwieren weer. Eén. En wissel. Alleen voor haar die dot van een mot. Ik noem haar Charlotte. Beweeg lekker helemaal mee met je arm naar achter, zo ver als gaat. En draai goed mee. Laatste. In het midden draaien we weer achtjes. Met de rechte houding. Beelden we weer. Tilden we de knie op. Hou die actieve houding. Hou die romp stil. Maar jij zo vagebond als ik, die kompas reuze in zijn schip. Blijf erin. We draaien weer een rondje. Ene kant op. Wouter in mijn jas. Wissel om van kant. Als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich in het midden. Ze pakt de uiteindes nog even vast. Strek je armen naar voren en draai je van links naar rechts. En motten gewas. Met een dotje van motters. Wonen in mijn jas. We gaan naar een lekkere, ontspannende cooling down op Willeke Alberti. Breng je voeten op heupbreedte. Zet één been naar achter. Duw je hak in de grond. Zodat je de rekvoet op je kuit spier. Dan breng je andere arm voorlangs. Hou je schouder laag. En stretch meteen je schouder. Probeer je balans te houden. En blijf die rek voelen op je kuit en op je schouder. Breng hem terug. Wissel hem van kant. Andere been achter. Duw je hak weer in de grond. Arm voorlangs. Schouder laag. En stretch de voorkant van je schouder. Kan je haten, want je geeft geen dag terug. Hou hem even vast. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent. En kom weer terug. Schud even los. Nu breng je één been achterlangs en via de zijkant breng je arm omhoog en rijk iets opzij. Zodat je de rek voelt op de zijkant van je spieren. Van je lichaam hou je ook hierbij je schouders laag en ontspannen. Kom weer terug. Wissel van kant, andere been achter. Arm via de zijkant omhoog. Schouders laag en ontspannen. Mijn eerste vriendje was een jongen. Voel die rek op de zijkant van je lichaam. Ik kreeg van hem mijn eerste zoentje. Het was een heel ogenblik. Schud even los. Voeten uit elkaar. We brengen onszelf omhoog. Zak door je knieën. Maak je helemaal lang tot in je puntjes. Blijf hier en rek om en om omhoog. De eerste dansles. Wat was ik nog groen? Ik heb alleen nog wat foto's en die zeggen. Oké, kom weer terug naar beneden. Het is voor adem hem nog een keer in. Zak diep omhoog, maak je lang. Die draag ik en adem uit. Bedankt voor het meedoen van de les. Hopelijk zien we je de volgende keer weer.